Halo guys, welcome back di channelku. Kali ini kita kembali ke segmen Obri, obrolan ringan dengan Yusa Nugraha. Kali ini aku akan ajak Obri, tapi bukan dengan pemain sepak bola, tapi dengan pembalap guys. Dia mewakili Indonesia di kompetisi Moto2 dengan Pertamina Mandalika Racing Team. Siapakah dia? Namanya adalah Bowben Schneider. Jadi ikutilah Obri kita kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe guys. Dukung channelku ini agar biar bisa berkembang di seputar olahraga. Dan agar aku semangat membuat konten Obri. Dan yang lain juga jangan lupa untuk like, comment, and share. So guys, let's go to the Obri. Hallo. Yo. Bro, alles goed? Goed man, met jou? Lekker man, lekker man. Mooi, mooi. Hoe gaat het met racen? Goed, goed, goed. Ik zit nu in Qatar. Mm-hmm. Dus, nee, goed man. Gaat goed. Heb je je eerste race al gehad of nog niet? Nee, volgende week pas. Oh, volgende week. Dus, volgende week. Nu is een beetje testrace. Ja, nu hebben we even test gehad van 3 dagen. En volgende week eerste wedstrijd. Oké. Ben je klaar voor? Ja. Zeker, zeker. Zeker, mooi man. Zeker. Mooi. Nou, ja, als eerste, thanks dat je de interview wil doen man, dat je er tijd voor hebt. Ik ben echt blij. Ik zag je berichtje, dacht ja. Leuk, is leuk. Klopt, want veel Indonesische supporters die vroegen mij af van, kan je hem interviewen, want ja, ze willen echt meer over je weten man. Ja. Dus ja, daarom nee, top, wat je doet is leuk. Is leuk. Thanks man, thanks. Leuk voor Indonesische kant, zeg maar. Ja, klopt, ja. Zeker. Thanks man. Nou, en als eerste ook, ik wil je feliciteren met je contract met Pertamina Mandalika Zakteam. Dankjewel. Dus ik ben ook trots dat een Indonesische racer in de Moto 2 zit. Ja. Oké, man. Ik ook. Het is mooi dat ik kan samenwerken nu. Zeker. En kan je me vertellen hoe je een racer bent geworden voor de Pertamina Mandalika Zakteam? We zijn eigenlijk in contact gekomen door een team die eerst nog niet een sponsor was van Pertamina. Mm-hmm. En daar had ik al contact mee. En uiteindelijk kwam heel toevallig Pertamina Mandalika als sponsor bij dat team. Dus ja, toen die combinatie die klopte eigenlijk perfect. Dus Indonesisch bloed als rijder en dan die sponsor. En het team wilde me al graag. Dat kwam mooi uit, zeg maar. Oké, mooi man. En hoe lang is je contract met het team? Ik heb nu 2 jaar contract. Voor de Moto 2 klasse. Maar ik hoop natuurlijk meerdere mooie jaren te mogen rijden voor ze. Zeker, ik hoop man. Ik hoop het ook. En wat is je geboortedatum eigenlijk? 4 maart 1999. 4 maart 19. Oké, dus je bent nu 21. Net 22 hoor. Oh, net 22. Net, ja. Okay. En wat is je lengte? 1,84. 1,84, oké, mooi, mooi. En van wie heb je geleerd om te kunnen racen? Eigenlijk van niemand echt per se. Het was allemaal heel toevallig. Mm-hmm. Het was. Mijn vader had altijd veel meer met voetbal. Oké, voetbal. En die hield wel van auto's, maar niet echt van twee wielen, van motorsport. Mm-hmm. Maar een buurmeisje van mij, die had een minibike. Mm-hmm. En die kreeg je toen nog bij een telefoonabonnement. Dat is echt al, het is het nu, 15 jaar geleden ongeveer. En toen zag hij dat en toen vond hij dat mooi, zo'n minibike. En uiteindelijk heeft hij er toen eentje van mij gekocht. En daar ben ik toen mee gaan rijden met eigenlijk zijwieltjes en gewoon stap voor stap. Ja. En ik kon er toen mee rijden en dat ging goed. Dus toen had hij zoiets van, hier moeten we meer mee doen. En eigenlijk toen zijn we zo het wereldje ingerold en is het steeds stap voor stap verder gegaan. En zagen mensen dat ik talent had en zo is het eigenlijk verder gegaan. Oké. Dus dus van kleins af aan had je al talent voor het racen, zeg maar. Ja, blijkbaar wel. Blijkbaar mooi wel. Mooi man. Wat is tot nu toe je mooiste momenten in je racecarrière?
Mooiste moment is, denk ik, een paar jaar geleden heb ik Red Bull Rookies Cup gewonnen. Ben ik kampioen geworden in die klasse. En het jaar erop ben ik WK gaan rijden, Moto 3. Dat is één klasse hieronder. Mm-hmm. En daar ben ik toen derde in geworden in een wedstrijd in Engeland. Okay. Dat was ook een van de mooie momenten. Oké, mooi. Tot nu toe, wie is je lastigste rivaal in de Moto 2? Het zijn er veel. De klasse die ik rijd zitten heel veel snelle jongens in. Mm-hmm. Je hebt Sam Lowes, Remy Gardner, iemand uit Australië staat, uit Engeland. Heel veel snelle jongens. En het gaat soms echt om duizendsten. Dus ja, het is moeilijk om echt eentje op te noemen. Want in principe zijn het gewoon 20 man die snel zijn. Oké. Wat was tot nu toe je grootste obstakel waarmee je te maken had? Je carrière. Ik denk het lastige was de afgelopen 3 jaar. De resultaten waren niet heel goed. Ik zat in een moeilijk pakket. Moeilijke motor. Of in ieder geval niet de makkelijkste motor. Het was allemaal heel moeilijk. Heel veel mensen hadden weinig vertrouwen in me. Mm-hmm. Dus ik denk dat de laatste 3 jaar wel heel zwaar waren. In zijn geheel. En daarom ben ik ook blij dat ik nu deze kans krijg om me wel te kunnen bewijzen. Oké, mooi. En met je motor die je nu hebt, is er een groot verschil met de motor die je vorige keer had? Ja, het is een groot verschil. Het blok zelf is hetzelfde. Alleen het frame, zeg maar, dus het is wel anders. Mm-hmm. En het rijdt veel beter. Met deze motor zijn ze ook de laatste paar jaren kampioen geworden. Andere teams dan wel, alleen wel met deze motor. Dus het is echt een motor waar ik me nu mee kan bewijzen, zeg maar. Oké, ja. Mooi, man. En wat train je allemaal binnen 1 week naast het racen in een circuit? In principe train ik bijna elke dag. Zeker in de wintermaanden ben ik eigenlijk elke dag wel bezig om fit te blijven. Motorrijden, denken heel veel mensen dat het niet zwaar is, maar er komt heel veel bij kijken. Je gebruikt heel veel spieren. Ja. Dus ik ben eigenlijk elke dag bezig om fit te worden, om sterk te worden. En veel hardlopen, veel fietsen. Dus dat is eigenlijk wat ik vooral doe naast het racen. Oké, en wat is het meest cruciale om te trainen als racer? Het is belangrijk om flexibel te zijn. Dat is het belangrijkste voor op de motor. Dus je moet kracht hebben, maar je moet ook niet te veel spieren hebben dat je ze niet goed kan bewegen, zeg maar. Dus wat ik zeg, ik doe heel veel andere dingen. Ik doe hardlopen, ik doe fietsen, dus ik doe niet één vast iets. Mm-hmm. Om proberen eigenlijk alles sterk te houden. Oké. En heb je daarnaast ook een speciale voedingsschema om fit te blijven? Nee, ik heb geen voedingsschema. Omdat de laatste paar jaren gaat het in principe goed. Ik hou me gewoon goed aan mijn eigen dieet, zeg maar. Okay. En ik probeer 1 keer of 2 keer in de week een keertje iets ongezonder te eten. Maar vooral gewoon een beetje goed opletten en dan komt het goed. Oké, mooi. Je hebt natuurlijk ook een Indonesische bloed. Kan je vertellen wie van je ouders uit Indonesië komt? Mijn opa en oma komen uit Indonesië. Oké. Ze zijn geboren in Surabaya. Surabaya. Yes. En die zijn bijna, even kijken, 64 jaar geleden zijn ze naar Nederland gekomen. Oké. Dus die zijn daar geboren. En eigenlijk, ik ben er zelf 1 keer geweest. In Bali ben ik geweest. Mm-hmm. Toen ik jong was. En ik hoop snel weer daar terug te komen. Dus, maar het is, ik heb het altijd meegekregen. Ook van mijn vader, van mijn oma. De cultuur. Dus dat is alleen maar mooi. Oké, mooi man. Wat vind je van het land Indonesië? Ja, ik vind het mooi. Ik ben er, wat ik zeg, ben er 1 keer geweest. Mm-hmm. Toen was ik nog vrij jong. Dus ik hoop snel weer daar terug te komen. Zodat ik het echt weer kan beleven, zeg maar. Ja. Nu ik ouder ben.
Maar ik krijg veel van mijn oma mee. Die komt er eigenlijk elk jaar, nu met corona niet. Maar normaal gesproken gaat ze elk jaar voor 2 maanden ongeveer naar Indonesië. En ze heeft veel vriendinnen die daar vandaan komen. Dus ja, ik ben super trots dat ik bloed heb uit Indonesië. Mooi, mooi, mooi. En hou je van Indonesische eten? Ja, zeker, zeker. Ik hou echt van het eten. Zeker als mijn oma het maakt. Oké, mooi. Rijstetafel of soto-soep. Soto-soep. Is lekker, lekker. Oké, en kan je een beetje Indonesisch praten? Lastig, lastig. Het is lastig. Ik ben er wel mee bezig. Ik heb boeken gekocht. Oké, echt waar. Dus ik ben er wel mee bezig. Maar het is zo anders dan een beetje de Europese taal, zeg maar. Ja. Dus het kost me veel tijd. Maar ik hoop wel dat ik binnen nu en zeg kleine 2 jaar wel wat beter de taal kan spreken. Oké, ja. Mooi man, dat je dat wilt leren, zeg maar. Ja, wat ik zeg, ik ben trots. Ja. Ik krijg heel veel liefde van Indonesische fans. Dus ja, ik wil gewoon proberen de taal te spreken. Ik denk dat het ook mooi is om dat stukje zeg maar mee te maken. Dus wat Zeker. Ik zeg, ik hoop dat ik ooit snel binnenkort die kant op kan gaan. En misschien kan ik het dan ook iets beter en sneller leren. Oké, ja. Wat zijn jouw doelstellingen met Pertamina Zakteam voor deze Moto 2 competitie? Ja, de doelstellingen zijn nog lastig te zeggen. Ik denk dat het doel van ons is om in de top 10 constant te zitten. Dat zal het eerste doel zijn. Maar ik denk het belangrijkste is dat we gewoon, als we bijvoorbeeld de eerste wedstrijd 12e worden, dat we dan de tweede wedstrijd 11e of 10e willen worden. Dat we steeds stapjes maken. Dat zal het belangrijkste zijn. Oké, dat is het belangrijkste. En misschien voor later in de toekomst, wat zijn jouw planningen? Ik hoop natuurlijk MotoGP, dat is de hoogste klasse. Dat zou het doel zijn. Het mooiste zou zijn natuurlijk samen met Pertamina om de MotoGP te halen. Dat zou het mooiste zijn, dus laten we dromen en geloven. Zeker, zeker. Ja, ik hoop ook dat je in de Moto 2 eerst kampioen kan worden en dan naar de MotoGP kan. Nou, zeg maar, op Instagram en op YouTube ik naast Pertamina, zag ik ook een naam, Rans Entertainment. Weet je wie dat zijn? Nee. Nee? Weet je niet wie dat is? Zeg maar, dat is van een persoon, een man, en die heet Raffi Ahmad. En hij is een artiest en beroemde YouTuber. Klopt, ja. Nu, ik weet wie je bedoelt. Ja. Wie je bedoelt. Hij is volgens mij ambassadeur van Pertamina, van Mandalika team Indonesië. Mm-hmm. En ik zag ook voorbij komen dat hij acteur en volgens mij zanger is. Klopt, ja. In Indonesië noemen ze hem ook wel de Sultan of Entertainment. Oké. Hij doet zeg maar van alles. Echt van alles gewoon. Echt beroemd. Ja. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi dat hij had iets op Instagram ook geplaatst. Van het team, van mij ook. Mm-hmm. En ik vind alleen maar mooi dat zulke mensen zeg maar met zoveel bereik ons helpen ook. En dat ze ons steunen. Zeker. Dat is alleen maar mooi om te zien. Dus laten we hopen dat we een mooi jaar kunnen rijden. En ik hoop hem misschien ooit te ontmoeten in Indonesië. Wil je misschien een boodschap zeggen tegen hem, maar dan in het Indonesisch? Ik ga je leren, zeg maar nu. Moeilijk in het Indonesisch. Ik weet alleen nog maar terima kasih. ik zal je nu leren, zeg maar, simpele woordje. Gewoon, je moet me na praten. Dus je moet zeggen van, hallo Raffi Ahmad. Hallo Raffi Ahmad. Salam dari Bo Snyder. Salam dari Bo Snyder. Bo Ben Snyder. Oké, kan je nog een keer halen? Je moet hem nog een keer zeggen. Oké. Hallo Raffi Ahmad. Hallo Raffi Ahmad. Salam dari Bo Ben Snyder.
Salam Dari Po Ben Snijden. Ah ja, dat is het. Dat is het. Mooi, perfect, mooi. Perfect. Mooi, mooi. Je moet mijn leraar worden. tuurlijk. Oké. Okay. En heb je misschien nog een boodschap die je wilt zeggen aan de kijkers? Gewoon in het Nederlands. Ja, ik ben, wat ik zeg, ik ben super, super blij, super trots dat ik zoveel word gesupport door Indonesische fans. Ook natuurlijk door de Nederlandse fans, maar je merkt gewoon dat Indonesië super trots is. Ja. En ondanks dat ik daar niet geboren ben en dat ik de taal nog niet spreek, word ik wel heel erg gesupport. Dus dat geeft alleen maar liefde. En ik hoop gewoon dat ik een mooi seizoen kan draaien voor hun en dat ik ze trots kan maken. Oké, mooi. Ik hoop het ook voor je, man. Oké, ik denk dat het genoeg is voor de interview. Ik heb alle vragen gesteld en je hebt ze ook goed beantwoord. Dus dank je wel. Yes. En ja, verder, ik wens je succes met je racecarrière. En ik hoop dat je dit seizoen echt de top kan bereiken in de Moto 2. Yes, top. Dank je wel, man. Alsjeblieft, man. Dank je wel voor de tijd. En misschien zien we elkaar nog. Is goed. Dank je wel. Oké, dank je wel. Fijne dag. Top. Hetzelfde. Oke, guys. Itulah video obriku bersama Boba Snyder. Semoga kalian suka dengan obriku kali ini. Semoga kalian bisa mengenal dia lebih baik. Dan ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I see you in the next obri. Peace.